onderste die staat dus op een loopantenne op zolder. En dat is de draadantenne buiten, de bovenste. Twee Engelsen. De loop komt duidelijk meer ruis binnen, hè? Omdat hij binnen staat. Hey, er zit iemand erheen. P-I-3-X-V-V-11. Ga je er buiten nog? Dit is SSB-filter. En dit is een 500 Hz MOS filter van Collins. Maakt nog wel uit het filter, maar voor cw-oren niet hoor. Nou, het QSO is afgelopen. Bedankt voor schrijft hij, of zijn hij. Nou, zit de andere harder. Ineens. Het is grappig, hè? Dan ineens dan, blijkt de ene antenne veel beter te werken dan de ander. Hij zakt op de loop helemaal weg en hij is hier knijterhard. Dit is wel een betere antenne hoor. Ook omdat hij buiten staat, waarschijnlijk. Maar vanwege de vele storing die op de loop toch binnenkomt. Ik ben best tevreden over deze antenne. Het is gewoon een draadje vanaf de zolderetage naar een boom toe, schuin naar beneden. Ah, nu is hier ook wel harder. Toch wel rustiger, hè? De AGC is ook iets rustiger van de XC-Eagle. Bij Jesu schakelen ze de AGC op snel zodra je hem op cw zet en dat vind ik niet altijd prettig.
Nou, afgelopen. Ah, in melder. Heel zachtjes. Piano DIC. Die aanroept, maar ze horen hem niet. Jawel. DIN, DIC, hoe kom ik daar nou bij? Even kijken of de Nederlander ook op de loop binnenkomt. Dat was wel echt zachtjes. We luisteren nu naar de 817, hè? Voor of het nou echt DIN is of DIC. Nou, je ziet het een stuk beter. Het is inderdaad DIN. Hij ziet wel een stuk beter, ja. Ik kan hem niet wel opnemen, maar... Wat een stuk. Dat is flauw. Hij stopt ineens met opnemen. Dan weet ik niet, er zal een timer in zitten. Waarom blijft dat ding dan niet opnemen, die videorecorder? Maar een Nederlander PL-DIN. Nou, nu is het verschil wat minder groot. Maar die is toch op de draadantenne wel heel wat sterker dan op de loopantenne. Ja, nu is het ook best goed. Maar minder ruis hier, hè? Luisteren nu naar de Siego. Ach, 17. De 817 is wat onrustiger. Jesu die schakelt de AGC op snel bij CW en dat vind ik niet altijd een goed idee. Ik heb liever de AGC uit hoor, dus dat doe ik ook al vaak. Ik weet zo snel niet hoe ik dat moet doen met één hand. Dus, dit is weer Ichigo. Het is helemaal niet zo'n gek setje hoor. Het is toch een groot prijsverschil. Hè? Maar die 817 doet veel meer. En kwalitatief is in sommige opzichten ook wel beter. Maar de 817 is volgens mij momenteel 800-900 euro. En dit ding is momenteel 270, 250, iets in die richting. Ik heb er zelf nog veel minder voor betaald. Ook 2,5 jaar geleden. Ik vind toch de Xego veel fijner om naar te luisteren. Dat is toch wel grappig. Maar het komt ook, het is minder ruis onder. Hè?
B3 DZZ als antenne. Ik begin een beetje last van mijn benen te krijgen, wat ik op mijn hurken zet. Oh. Zou je even opstaan? Kijken of ik wel het beeldschap scherp kan houden, want ik mis nu ook de steun van mijn hand. Nou, bij dit signaal is het toch wel duidelijk dat ik zeehoede prettiger hoor. Hij verloopt. Ja, zo erg zachtjes nou, hè? Hij is zelfs beter op deze nu. Nou, is op de 817 nu beter. Tenminste op de loopantenne.
Nu is die hier wel bij mij al. Echt heel goed, hè? Dus het is echt, het wisselt ook per antenne. Maar meestal loopt het redelijk gelijk op, moet ik zeggen, met die twee antennes. Zie je waar hij is verlopen? Want hij zit nog op zijn eigen frequentie. Zie je uit? Dit is bizar. Het ding schakelt uit. Maar ik had hem op het gewoon mooi zero beat gezet. Het liep echt helemaal niet aan elkaar. Hoor je? Er zit zelfs een zweving in. En dat was puur op het gehoor, terwijl ik de ene niet hoorde. En de andere op dezelfde toon wilde draaien. Dus. Dit is de camera met het beste contrast. Maar hij schakelt af en toe uit. Dus dat is alleen maar voor kleine, voor korte scènes. En wat er nog een nadeel is. Hij stelt scherp voor dat hij... Oh, ik weet wat er aan de hand is. De batterij is leeg. Dat is het probleem. Oké. Ik dacht al. Nou, dan is het zo afgelopen. Maar hij stelt scherp voor dat je op opname drukt. En daarna past hij dat niet meer aan. Dus dat is... De andere camera's die doen het wel. Ik kan ook niet zoomen tijdens het video opnemen met deze. Maar wel superieur beeld. Nou, nog even checken. Tot de batterij het echt opgeeft. Nee, hij is ver af, is hij zeer scherp. Dus. Nou ja, dit is wat het is. Beter wordt het niet. QSO is bijna afgelopen hoor. En dan blijft hij het nog heel lang doen. Dat is toch ook wel grappig. Als je FL Digi erbij pakt, je beheerst geen mossen. Dan kun je het met FL Digi ongetwijfeld decoderen, dit filmpje. En waarschijnlijk gaat Morse Code Reader, de app bij Android, ook wel. Hè? Kijk, je moet het natuurlijk wel uit je hoofd kunnen, maar als het niet gaat... Dit is van RedTuber, deze man.
schakel hem even uit en weer in, als het gaat. Nog niet scherp. Nou, wel op deze afstand. Nou, 17 is die weg. Nou, hier zit hij, heel zachtjes. Nou, dan is hij hier ook wel zachtjes. Ik ga ermee stoppen, het heeft lang genoeg geduurd. Die accu is al lang niet leeg, kennelijk. Nou ja, toch schakelt hij af en toe uit. Heel vreemd, op random tijden. Random tijden. Maar ze kunnen nog weer niet hoe lang doorgaan, ik stop ermee.